De commissie die zich buigt over de COVID-19 in Suriname, die heeft gisteren een spoedontmoeting gehad met de parlementaire COVID-commissie van het, in het parlement. Daaruit zijn er wat afspraken gemaakt en zijn er ook wat mededelingen gedaan. Deo Charman, VHP-parlementariër, tevens arts, die heeft er ook zitting in de commissie, de COVID-19-commissie van het parlement. En aan hem vroegen wij wat er uit de bus is gekomen. Charman die geeft het volgende aan. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Deo Charman, er is gisteren dinsdag een ontmoeting geweest met managementteam van COVID-19 en het parlement, maar niet in ieder. Begrijp, het parlement heeft nu zo'n commissie in elkaar gezet en u bent er ook geweest. Kunt u de gemeenschap vertellen, want als wij de situatie vandaag zien, zien we overal paniek, volle winkels, lange rijen voor winkels en tal van andere zaken. Wat is er in feite precies medegedeeld aan jullie? Ja, inderdaad. Het parlement heeft een, om het zo te noemen, COVID-commissie. En ik ben daartoe ook toehoorder. En gisteren ben ik inderdaad op de vergadering geweest na een spoedconvocatie, waarbij een x-aantal parlementariërs en mensen van het COVID-managementteam bij elkaar waren om ons te informeren. Maar ook ons aan te horen over hoe wij denken over de maatregelen die getroffen zouden moeten worden. Daar is natuurlijk een uiteenzetting gegeven van de feitelijke situatie, de plaatsen van besmetting, de bronnen van besmetting, etc. Er is wel detailinformatie met ons gedeeld. Maar wat erg belangrijk was bij die meeting, is dat vanuit het COVID-team en zeker vanuit de medische deskundigen, de infectiologen, de public health mensen, de epidemiologen, dat ze allemaal hebben aangegeven dat ze er voorstander van zijn om op dit moment om de spreiding van de besmetting van het virus een beetje te kunnen stuiten, dat het goed zou zijn om over te gaan tot een total lockdown. Maar het is niet een gewone total lockdown, het is een beetje flexibele total lockdown, begrijp je wel? Ik denk dat de president vanavond de aankondiging daartoe zal maken. Maar feit is, omdat je nu al community besmetting hebt, spreading hebt, begrijp je wel, dan moet je de beweging van mensen een beetje in het gareel houden, dat niet iedereen ongecontroleerd overal naartoe gaat, omdat je niet weet waar de besmetting er allemaal is. Het is duidelijk en merkbaar dat het vanuit het oosten richting westen verplaatst. Eerst Marowijne rivier, Suriname rivier, weet je, dorpen langs boven Saramaca, etc. Dus, en natuurlijk ook in Paramaribo. Inmiddels hebben we, geloof ik, meer dan 44 positieve en actieve gevallen. Dus je begrijpt wel, enige ongerustheid, maar zeker alertheid vanuit de autoriteiten is op zijn plaats. En in het kader daarvan hebben dus de medische deskundigen aangegeven dat het belangrijk is om wat rigoureuzere maatregelen te gaan treffen. Daarvoor waren we bij elkaar gekomen en dat is allemaal goed met elkaar besproken dat het in een resolutie moet plaatsvinden. Maar ik wil terugkomen op het flexibele van die lockdown, want als we horen lockdown, dan hebben mensen de perceptie van ja, ik mag niet eens op straat gaan en als ik op straat ga, gaat de politie mij misschien oppakken, opsluiten, pak slag geven. Nee, dat is het niet. Het is juist de bedoeling dat voor de essentiële dingen, zoals het aankopen van voedsel, maar ook naar de dokter gaan, naar de apotheek gaan, et cetera, dat die wel toegankelijk zal zijn. Dus we proberen die beweging van mensen, het verkeer van mensen zo minimaal mogelijk te houden. Maar voor hoognodige zaken mag u natuurlijk wel. Dus als u zegt, ik moet naar de supermarkt gaan, trouwens die zullen open blijven. Maar andere zaken, als bijvoorbeeld een kledingzaak of een monteurzaak of noem maar op, die zullen gesloten blijven. Dus de bedoeling nogmaals is zo min mogelijk mensen verkeer te hebben, omdat mensen elkaar zullen gaan besmetten. En in dat kader is er dus getracht om ondanks die lockdown de essentiële dingen toch open te houden. Dus nogmaals een oproep naar die samenleving. Raakt u niet in paniek en gaat u niet in lange rijen staan en dingen in te kopen, et cetera. Het is nergens voor nodig. Vooralsnog heeft het COVID-team en de doktoren die hebben aangegeven dat die lockdown zal plaatsvinden tot zondag. Zondag komt er een evaluatie. Want in de komende 3, 4, 5 dagen moet je al een idee hebben
wat het gedrag is van die epidemie. Op welke wijze plant het zich voort? Welke groepen van mensen in welke geografische gebieden zie je het heel veel? Begrijp wel. Je zal iets meer overzicht hebben over die epidemie. En dan kunnen ze zondag, afhankelijk van de bevindingen, kunnen ze besluiten. We houden het op hetzelfde niveau. We gaan versoepelen of we gaan verscherpen. Allemaal depends on hoe de epidemie zich verder zal ontwikkelen. Natuurlijk heeft hier in die grote samenleving, en ik ben blij dat u deze boodschap naar die grote samenleving kunt brengen, meneer Ganesh, dat die grote samenleving ook een verantwoordelijkheid in deze heeft. En dat is je houden aan alle maatregelen die vanuit de overheid, vanuit gezondheidsautoriteiten, vanuit het managementteam wordt gelanceerd in die samenleving, dat we ons strikt aan moeten houden. We hebben ons een beetje rond de verkiezingen laten gaan, weet je wel. Mensen hielden zich niet aan social distance en dat soort dingen, begrijp je wel. Maar laten we terugkomen op die regels. Laten we ervoor zorgen dat we inderdaad die afstand houden, dat we elkaar geen handdruk geven. Dat we op de juiste wijze gaan niezen, dat we onze handen gaan wassen. Dat we ons niet met veel mensen bij elkaar komen die samenscholingsverband van niet meer dan 5 mensen, dacht ik. Dat zijn allemaal maatregelen die bedoeld zijn om te voorkomen dat mensen elkaar gaan besmetten. Dus die grote samenleving heeft hierin zeker een rol en ik roep ze op, ik verzoek ze eigenlijk om daar acht aan te geven dat ze niet onnodig uit huis gaan. Als u natuurlijk dringende dingen te doen heeft, moet u gaan. Maar if aan de van nodig, blijf thuis. Als u thuis bent, bent u veilig. Dan heeft u in ieder geval ervoor gezorgd dat u niet in contact bent gekomen met andere mensen die u mogelijk zouden kunnen besmetten. Dat is heel erg belangrijk. Dus terugkomen, elke maatregel die de overheid op dit moment aankondigt, dat het alleen maar in het belang is van de grote samenleving. Van iedereen, van u en van mij en van iedereen, begrijpt u wel. En daarom roep ik nogmaals op. Houd u zich aan de regels. U heeft ook een verantwoordelijkheid om de verspreiding van dat virus, van die infectie, in het gareel te houden. En dat gaan we met z'n allen kunnen doen. We hebben getoond bij de eerste golf, toen we 10 gevallen hadden, dat we als samenleving ons keurig hebben gedragen. Op een gegeven moment was dat een nieuwe code, die 1,5-2 meter afstandcode, weet je wel, dat is die nieuwe samenleving. We hebben het een beetje vergeten, we hebben het een beetje verwaarloosd, laat het zo zijn. Maar laten we opnieuw alle regels oppakken, dienconform leven. En elkaar koesteren, terwijl elkaar niet gaan besmetten. En hoe zit het met middelen om je te beschermen? Heer Charman, u bent ook zelf arts. Is dat voldoende te verkrijgen of is er toch wel een schaarste merkbaar? Ja, laat me aangeven dat we inderdaad wat middelen en mogelijkheden betreft dat we beperkingen hebben. Of het nou gaat om materieel, of het gaat om personeel, maar ook als het gaat om het ziekenhuis, hebben we beperkingen in ons gezondheidszorgsysteem. Juist daarom dat we een beetje bezorgd zijn, dat we niet graag willen dat heel veel mensen tegelijk ziek moeten worden. Want hoe meer zieke mensen, hoe meer ernstige zieke mensen, hoe veel meer mensen ook die bijvoorbeeld behoeftig zullen zijn om in de intensive care te gaan liggen. Wij willen dat niet omdat we weten dat we beperkte capaciteit hebben. Dus daarom onze oproep dat je bij deze ziekte het alleen moet hebben van voorkomen. Want er is geen medicijn, er is geen vaccin. Dus laten we voorkomen. Middelen zijn inderdaad beperkt. We zijn geen rijk land. We zijn op dit moment een arm land geworden. Economisch gaat het ook niet goed, begrijpt u wel. Dus met de weinige middelen die we hebben, moeten we proberen zo lang mogelijk dat te gebruiken. Maar als heel veel mensen met een Ganesh tegelijk ziek zouden worden, dan hebben we een probleem. En dat willen we liever niet. Vandaar nogmaals mijn oproep, hou je aan de regels. We zien mensen met heel veel zelfgemaakte mondkapjes. Dr. Charman, ja. U bent ook zelf arts. Hoe beschermt dat de mens wel? Welke mondkap dan ook, is altijd beter dan geen mondkap. Begrijpt wel? En ik begrijp wel dat hele professionele mondkapjes heel erg duur zijn. En dat hoef je ook niet aan te schaffen. Ook als je met simpel zelfgemaakte katoenen monddoekjes rondloopt, dan helpt dat ook in enige mate. Maar natuurlijk, vergeet de distance niet. Want als we 2 meter van elkaar staan, dan zal die mondkap die misschien niet aan de juiste kwaliteiten voldoet, ook in enige mate gaan beschermen. Wat erg belangrijk voor die samenleving ook te weten is, dat dit virus zit in droplets. Dat wat we niezen, kleine druppeltjes en zo. En dat kan blijven hangen in de lucht. Hè. Dus in zeker gesloten ruimte, gekoelde gesloten ruimte, afgesloten ruimte, waarin een airco is, daar kan dit virus via die droplets gaan circuleren en andere mensen ziek maken. Dus ook voor thuis zijn er daarom instructies. Van als je denkt van, jongen, misschien heb ik het of ik ben in contact gekomen met iemand die wel wat hoesten en is, ga een beetje apart slapen.
ga je huisgenoten beschermen. Dus wij adviseren dan ook om vanuit een huishouden liefst 1 persoon te vragen om al de boodschappen te doen. Zodat de andere gezinsleden thuis blijven en beschermd blijven. En die ene persoon die zeg maar over straat gaat, die moet liever een beetje apart gaan slapen, apart gaan eten, etc. Het is niet lelijk bedoeld, maar het is op die manier je eigen gezinsleden te gaan beschermen. En dat moet iedereen gaan doen. Maar de boodschap blijft nog steeds, blijf zoveel als mogelijk thuis. Hou je aan de maatregelen van preventie en ga niet tussen mensen als dat niet moet. Ga alleen over straat als het noodzakelijke dingen gedaan moeten worden. En de aanpak vanuit de overheid, nu zelf met de toename, dat verdient wel een compliment. Ja, ik denk dat, kijk, de overheid heeft, doet haar best natuurlijk. We hebben ook gezien bij de eerste golf dat ze ook goed werk hebben gedaan. Ik denk dat de overheid met de mogelijkheden en de middelen die de overheid heeft probeert om alles te doen wat hij voor de samenleving zou kunnen doen. Wij als partij, de VHP niet alleen, maar ook andere partijen hebben de overheid wederom hulp aangeboden. Van meneer de overheid, als u ergens hulp voor nodig heeft, hier staan we met onze deskundigen, met alle mogelijkheden die we hebben. Wij zeggen het is een nationale zaak, het is niet alleen iets van de overheid. Wij willen daarmee ook ondersteunen. Maar ik denk dat de overheid zeker een schouderklopje verdient. En ik heb ook gezien dat er allerlei inspanning wordt gepleegd om niet alleen de samenleving te beschermen, maar ook als je kijkt naar de wijze waarop ze contacttracing doen, weet je wel. Iedereen die waar dan ook in contact is gekomen, dus iedereen op te sporen, te testen, et cetera. Dus ze verdienen inderdaad een schouderklopje. Uw oproep tot slot aan die gemeenschap, heer Charman? Ja, blijf thuis. Het is nergens voor nodig om onnodig de straat op te zoeken. Alleen als u dringende dingen te doen heeft, moet u zeg maar wel naar de winkel gaan of wel naar de dokter gaan. Maar stay home, stay safe, save lives, dat blijft de motto, begrijpt u wel? En ik denk dat we daarmee een heleboel hebben geholpen, niet alleen onszelf, maar de grote samenleving. Nogmaals, als burgers, als individu hebben we allemaal een verantwoordelijkheid en moeten ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen ziek worden, omdat ook onze overheid, onze ziekenhuizen, et cetera, wat beperkingen heeft. En we moeten met z'n allen proberen dit binnen korte tijd weer te kunnen containen. En dat we straks kunnen zeggen van wij hebben COVID weer onder controle.